het is nog steeds een hele goede morgen, toch? Ja. Ja. We zijn nog steeds op de... Wiksel. Op de Wiksel. En naast mij zit... Mirte en... Melvin. Mirte en Melvin. Zeg, het is kinderboekenweek, hè? Ja. Hebben jullie daar dan een beetje bij stilgestaan? Ja. En hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, wat heeft meester Rijnt allemaal klassikaal in de groep gegooid? Nou, we gaan nog een bril maken en hij leest voor. Leest meester Rijnt voor? Ja, het is een heel spannend boek. Kan die dat wel? Ja. Ja, en doet hij dat zo cool? Ja, wel. Ja, ook met tonaliteit, een hele spannende zinselbouw. Ja, wel. Want dat is leuk, hè, bij het lezen. Dan moet je natuurlijk wel een beetje de boel spannend maken, hè? Kan jij dat ook? Nee. Ga ik leren deze week? Kijk eens naar boven, Tuurlijk ga ik het leren! Ik vind het leuk om dingen te leren, zeg je dan. Nee, je moet een beetje enthousiast zijn. Je moet jezelf een beetje moed in praten. Ja, het ligt van, ik weet het niet, ik kan het niet. Nee, dat moet je nooit zeggen. Okay. Je moet altijd zeggen... Ik vind het een mooie uitdaging. Oké, ik vind het een mooie uitdaging. Oh, nou zijn we er. En jij? Heeft meester Rijnt jou ook ingelicht over de kinderboekenweek en het thema? Ja. Nou, dat klinkt ook erg enthousiast, ja? Of niet? Wat ga jij deze week doen? Ga je ook de hele week boeken lezen? Nee. Ik vind toch wel dat op het schoolplein doe je even net iets dat je zegt van, yeah, hier ben ik. Ik vind nou toch weer een beetje ingetogen. Hoe kan dat? Nee, lijk je nu op je beppen? Nee. Nee? Maar wat voor boek ga je nou lezen dan? Een paardenboek. Een paardenboek. Heb je ook een paard? Ja. Rij je pony? Ja. Nee. Waar? In het dorp en in het weiland. Heb jij zelf een eigen paard? Ja. Oh, je hebt een boerderij? Nee. Maar waar staat dat paard dan, of die pony? In een weiland. En hoe heet die pony? Tarek. Tarek? En die is echt helemaal van jou? Ja. En die ga je ook voeren elke dag? Ja. Eet hij niet gewoon gras dan? Ook. Maar hij krijgt ook nog bijvoer? Ja. Heb je ook allemaal paardenboeken gelezen dan? Lees jij ook allemaal meisjes paardenavonturen? Ja. Ja, Penny? Heb je de Tina ook? Nee. De Tina, dat was in mijn tijd, de Tina. Er stonden ook allemaal verhaaltjes in over paarden. Ik ben ooit van het paard gevallen. Ik ook. Ja, maar jij durft er nu wel op. Nou, ik heb het laatst ook weer een keer gedaan, maar eigenlijk heb ik wel heel lang, zeg maar, in de pank geweest. Ja, want ik viel eraf en toen bleek ik met mijn voet hangen in de teugels. Of in de beugels. En toen ging ik even een extra rondje zo op mijn kop. Heb ik ook gehad. Nou meis! En ik heb mijn pinken doorgebroken. Nou, ik heb niks gebroken. Ik had alleen een trauma. Weet je wat het is? Ja. Oh, nou, hoef ik dat ook niet uit te leggen. Toch? Nee. Nee, het is dat je denkt dat je er nooit meer overheen komt. Totdat je er overheen bent. Nou, even zwaaien naar Paak en Beppe. Even de groeten doen. De groeten. Hoi Paak, hoi Beppe. Hoi. Jij ook? Doei. Nee, doe even enthousiast of zo. Dag Beppe, ik kom gauw weer. Dag Beppe. Ik kom gauw weer. Ik kom gauw weer. Ja, nou, ik ook Beppe. Doei. Doei.